In de serie How To gaan we in deze webles kijken naar twee formules en dat is de formule voor halveringstijd en die voor halveringsdikte. En die twee formules zien allebei een beetje angstaanjagend uit en in deze webles gaan we kijken hoe je met een strakke plan, plan van aanpak eh, toch makkelijk met deze formules om kunt gaan. In de rest van dit verhaaltje ga ik me concentreren op de linker formule dus ik laat even de halveringsdikte voor wat het is, maar het principe blijft hetzelfde. Hoe ziet het plan van aanpakken nu uit? Um, eigenlijk niet zo ingewikkeld. We gaan eerst proberen om die half tot de macht vrij te krijgen aan de ene kant van het is-teken en dan de rest aan de andere kant van het is-teken te krijgen. En als je nu goed kijkt, dan zul je zien dat die N0, de beginhoeveelheid, dan naar de linkerkant van het is-teken moet gaan. En wat je daar eigenlijk krijgt is een verhouding. Oftewel een fractie. Een verhouding tussen de st hoeveelheid stof waarmee je begon en hoeveelheid stof op het moment dat je aan het uitrekenen bent. En die fractie is dus ook altijd eenheidsloos. Ziet er dan zo uit. En dan gaan we kijken wat we nog meer kunnen vereenvoudigen. Dat wordt stap 2. En dat wordt eigenlijk dat wat in de breuk staat in de macht. Half tot de macht. En dan staat er een breuk. Dat is verwarrend. Dat gaan we ook vervangen en we gaan dat vervangen door uh, de letter n en die letter n staat voor het aantal halveringstijden of als je gebruik maakt van uh, de formule met halveringsdikte het aantal halveringsdiktes. Um, dus we gaan nu uh, links die fractie gaan we afkorten tot f en rechts van het is-teken de macht gaan we afkorten tot n en dan krijgen we iets wat er zo uitziet. En uh, dit ziet er al een stuk eenvoudiger uit. f is een half tot de macht n. En nu kunnen we n gaan oplossen. En dat doen we door gebruik te maken van uh, de regels voor het rekenen met logaritme. En de officiële regel die ziet er zo uit: n kun je dan uitrekenen en die is een half log f. Nou die kun je in je rekenmachine tikken. Maar ik wil je ook nog twee andere opties laten zien. Je zou ook kunnen zeggen, en dan krijg je natuurlijk precies hetzelfde antwoord uit: n is de 10 log van f. Delen door de 10 log van een half. En wat ik zelf nog makkelijker vind is de ln-knop gebruiken. De natuurlijke logaritme. En die ziet er zo uit: n is dan de ln van f, delen door de ln van een half. En wat je dan hebt berekend, is het aantal halveringstijden. En dan moet je natuurlijk vaak nog even goed kijken. En dat wordt dan stap 4. Als je het aantal halveringstijden weet, kun je dan werken naar het antwoord. Dus moet je even goed kijken wat gevraagd wordt en kun je met die bekende waarde van n dan ook het antwoord geven. Nou, dat wordt ons plan van aanpak en we gaan een oefensommetje doen. En het rekenvoorbeeld dat we gaan nemen ziet er zo uit. Ik heb een bepaalde hoeveelheid instabiele kernen. Na 6 uur heb ik nog maar 16% over van mijn beginhoeveelheid. Vraag wordt: wat bedraagt de halveringstijd van deze stof? Nou, we gaan weer met ons plan van aanpak aan de gang. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even goed de vraag lezen. Want eigenlijk staan er twee belangrijke zaken eh, in de vraag gegeven. En dat zijn de volgende twee. Eh, dat eh, na nou, verloop van tijd we 16% overhouden. En dat houdt natuurlijk ook in dat we beginnen met een beginwaarde van 100% op tijdstip T is 0. Daarnaast is ook die 6 uur gegeven en die gaan we straks gebruiken. We gaan eens kijken, stap 1, hoe ziet de uh, vergelijking eruit? Nou, we moeten dus de formule gebruiken voor de halveringstijd. En die ziet er zo uit. En ik heb uh, N0 al naar de linkerkant geschoven van het is-teken. Dus ik heb al links de fractie staan. En rechts uh, staat nog t gedeeld door uh, t half. Maar dat ga ik vereenvoudigen. Dat wordt zo. Dan heb ik stap 2 gedaan. Nu ga ik eens kijken wat er gegeven is. Uit de gegevens, uit de oranje tekstjes, kan ik f berekenen. Want f is niets anders dan 16 delen door de 100, oftewel 0,16. En nu kan ik hem gaan uitrekenen, want als ik uh, weet dat f 0,16 is, dan kan ik de rekenregels gaan toepassen. En dan ziet dat er zo uit. En ik gebruik uh, gewoon even eigenwijs uh, de ln-oplossing. Dan krijg ik dat. En, en dat is dus weer het aantal uh, halveringstijden. gelijk is dan Ln 0,16, delen door een Ln 1,5 en dat komt uit 2,6. Dus ik heb 2,6 halveringstijden moeten wachten. Nu gaan we stap 4 doen. Wat willen ze nu eigenlijk dat we berekenen? Nou, als je goed kijkt, dan zie je dat de vraag is: uh, wat de halveringstijd is van deze stof. We weten nu dat we 2,6 halveringstijden hebben moeten wachten. We weten ook dat we in totaal 6 uur hebben moeten wachten en die twee kun je combineren. Dan kun je de halveringstijd uitrekenen, want dat is dan 6 uur. Delen door die 2,6 is 2,3 uur. Dus 1 halveringstijd is 2,3 uur en als je 2,6 halveringstijden wacht, dan ben je 6 uur verder en hou je 16% over van je beginwaarde.